Hey gasten, welkom bij een nieuwe video van Readings Gaming. En ik ben Gijs en ik stel me vandaag even voor, want er is een tweede gezicht in de studio. Dardro, hier ben ik dan. Dardro, ik ben Dardro, wie ben jij? Ik ben Dardro, wie ben jij? Dat is mijn intro. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Deze video is gesponsord door Opera GX. Opera GX is een browser ontwikkeld voor gamers. En nu hoor ik je denken, Gijs, ga weg, een browser is toch gewoon een browser? Hoe kan die nou voor gamers zijn? Nou, om te beginnen heb je integratie met WhatsApp, Facebook Messenger, Discord, Instagram en Twitch. En zo heb je alles op één plek en is je tweede scherm dus optimaal benut als je dat hebt. En hoef je niet voortdurend van venster te wisselen. Daarbij heb je controle over hoeveel Opera GX gebruikt, van je RAM, CPU en bandbreedte, om je gameervaring smooth en zonder lag spikes te houden. Verder heb je een ingebouwde VPN, een cleaner en een hub met nieuws over game releases en aanbiedingen en gratis games zelfs. En het oog wil ook wat, we zijn tenslotte PC gamers, dus Opera GX heeft thema's, achtergronden en meer om je setup helemaal compleet te maken. Opera GX zorgt voor al je gaming needs in één venster en ziet er ook nog eens sick uit. Check Opera GX nu, link in beschrijving. Vertel even wat je hier doet, Lorenzo. Ja, ik ben sinds, eigenlijk vanaf de mensen de video zien, vanaf dan ongeveer, zijn we gepartnerd met Redux. Ja. Dus we zullen zien, de toekomst gaat super nice worden. Super veel events. Wat? Hey. High five. Allee, high elleboog. We komen vandaag een computer in elkaar steken die ik gewoon van Redux ter beschikking krijg om geweldige video's te schieten en leuke livestreams te doen. Nou. Zoals jullie misschien opvalt, zijn er twee dingen gesponsord door Cooler Master. Cooler Master is ook een partner van jou, hè? Ja, dat klopt. Dat is ook een partner van mij. Een voeding, een V750 met een gold label en een liquid cooler. Een 360 mm liquid cooler. Super sick. Maar dat heeft de processor ook wel nodig. Want dat is een Intel Core i9 10900KF met 10 cores. Oh maat. What the fuck, man. Zot, ja. Normaal. Dan heb je twee, even kijken, waar is die andere? Oh ja. Ja, hier. Deze komt uit je oude game PC. Ja. Ook 1TB, 79 EVO. En dit is je nieuwe SSD, ook 1TB van Western Digital. Dan hebben we 16 gig werkgeheugen, 3600 MHz, supersnel werkgeheugen met... RGB, ik wou niet zeggen. Lampjes. ik zag jou al... Ah, ik wil nu iets gaan zeggen over die lampjes. En gewoon een 4TB harde schijf voor videomateriaal en zo. Ja. Dat is gewoon chill. Ja, klopt. Nou, dan hebben we een TUF Z490 moederbord. TUF is trouwens... Ik zeg altijd TUF, maar het is eigenlijk TUF, hè, The Ultimate Force. Van Asus is dan een subbrand en die maken gewoon hele goede shit. Met RGB. Met RGB. Ja, en dit is jouw oude case. Ja, klopt. Die we vandaag dus gaan vullen met shiny nieuwe hardware. Klopt. Tijdelijk oude case, maar binnenkort komt er een nieuwe case aan. Die, ik denk, twee keer zo groot is als die case. Dat wordt de Cosmos 700M case, ook van Cooler Master. Dus daar komt binnenkort nog een video van. Maar vandaag gaan we het in deze case steken. Ja. Twee keer zo groot en vijf keer zo vet, wil ik wel zeggen. Dat is echt een hele sikke case. Daar gaan we iets extra mee moeten doen, want daar hebben we veel te veel plaats over. Dat kan, daar moeten we iets extra in gaan doen. Wat, dat weet ik nog niet. 3D-printer of zo? In de case? Ja, iets met 3D-print maken, hè. Ah, zo. Ja, zoiets. Ja, een logo of weet ik veel wat. Ja, ja, dat kan zeker. Paul heeft een 3D-printer. Hoi, Paul. Ja, Paul aan de camera. Hey, yo. Paul heeft een 3D-printer thuis. Nou, we gaan gewoon lekker beginnen, Lorenzo. Of ik noem je Dardro, weet je? Ja, Dardro, ja. Dardro. Voor de video, Dardro, Lorenzo, Dardro, klopt. We gaan beginnen. We ik ga gaan zo beginnen. Goed mogelijk proberen helpen, want ik ken er dus niks van. Hè. Ja, maar dus dat ik heb me eigenlijk alles kunnen leren. Dat is juist leuk. Ja, oké. Dan, dan is alles lekker nieuw en spannend. We gaan eerst even wat ruimte maken. Nou, dan beginnen we met de Mobo Prep. Echt fancy, man. Als je dat zo bekijkt. Daar is hij. Eens kijken. Je nieuwe Mobo. The Ultimate Force. Nou, en dan gaan we even het werkgeheugen plaatsen. Of nee, de processor doen we eerst. Goed was dat? Nee? Nee, nog niet. Ja. Nog niet. Ja. Dat is echt pas. Ja, ik ken er echt niks van. Nu zo. In twee. Oh, ja. Dat zou zo zijn. Deze gaat open. Ik ga het jou het laten doen. Pak je hem zo van boven en beneden. Dus je moet hem eigenlijk een kwartslag draaien even. En die er gewoon zo op. En dan gewoon daarin leggen.
Ja. Ja. Ja, dan valt hij op zijn plek als het goed is. Ja, hij is op zijn plek gevallen. Even wiggle. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Oké. En dan kunnen we deze dicht doen. En zit hij erin. Easy. That's what she said. Dan gaan we even het werkgeheugen plaatsen, inderdaad. Ik heb al vast, zalig toch? Ja. En zo. Well done. Nou, en dan mag je in deze twee die ik open heb gezet, mag je een dim plaatsen. Dat heet een dim. En hoe? En zo die moet of zo? Andersom. Maakt het zo. Nee, andersom. Zo. Zo, ja. Oké. Okay. Maar je moet echt... Ja. Ja. Even checken. Ja, ja is dat toch goed. Je kunt het best gewoon zo duwen. Ja, ik ben gewoon voorzichtig. Ik heb bang dat ik dat kapot maak. Nee, dat gaat niet. Maar zo snel gaat dat niet stuk. Eerst de onderkant. Je mag je hulplijn inschakelen. Nee, denk ik het ga doen. Dan kijk het zo eens af, maat. Kijk hier. Wacht. Kijk. Het werkt het beste als je hem al bijna helemaal erin hebt. Jawaai. Duw je hem tegelijkertijd boven. Ik ken mezelf wel. Als ik daar mijn kracht op zet en dan breekt het af. Dat kan normaal niet, maar als ik dat doe, dan gaat dat wel. Gaat dat... Right. Dan. Nou, dan moeten we de SSD's nog plaatsen. Dus dan gaan we even binnen met die al open is, denk ik. Ja, dat kan. Je mag ook die alvast uitpakken. En dan hebben we deze schroefjes voor. Is er iets waar je niet mocht aankomen of zo? Nee, in principe. Ja, de connect, ik zou niet aan de connectors komen. Nee, dat is het eigenlijk. Ik zou alle computeronderdelen altijd even ook voor jullie. Alle computeronderdelen altijd gewoon aan de zijkant vastpakken. Dan kan er weinig misgaan. Ja, dan mag je hier een SSD in plaatsen. Ik draai even de schroef erin. En dan zo daar schuin in. Eens kijken, man. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed. Ja, kijk, ik doe het toch. Nee, schuin. Was schuin. Je deed het net goed. Zo? Zo ja, nu duwen. Ja, ja, dat was hem. En dan hier klikken of wat? Yes. Nu? Ja, duw maar plat. Dan kun je hem... En dan vastdraaien gewoon. Vastdraaien. Ja. Kijk wat een teamwork hier jongens. Oh. Tada. Hoppa. Hoe lang stream je al? Ja, in totaal lang. In totaal 5 jaar, denk ik. En je maar, bent gewoon, ja, nee, overdag maar, ben je gewoon buschauffeur, nee, hè? Ja, oh. Ja, ook al 5 jaar ongeveer. Dus ik heb eerst 3 jaar in het Belgisch leger gezeten. Oh. Dan streamde ik niet, had ik daar zo heel weinig tijd voor. En vanaf ik met de bus begon te rijden, ben ik begonnen met streamen. Maar dat was wel zeer sporadisch. Dus een donderdag, en dan zo is 2 weken later de vrijdag. Ja. En dan is 2 weken vakantie, dat was bijna elke dag. En zo was ik gegroeid tot 350 volgers op Twitch. Ja. En dan was ik weer door mijn ex-vriendin gestopt. En dan uiteindelijk wordt het met ex-vriendinnetje gedaan. En dan zit je alleen thuis. En dan dacht ik, weet je... En dan had ik afgesproken met mijn vriendin. En ik was zo bezig over dat streamen van vroeger. En die zei, Lorenzo, daardoor, dat is iets voor u. Je moet dat gaan doen. Je moet gewoon terug beginnen. En ik zo, bah, je moet dat doen. En hij had me overhaald. Een glaasje op en zo, kent dat. Ik dacht dat die gewoon meteen, hup, alles gaan halen. Webcam, alles op en aan. Geïnstalleerd en ben begonnen. Ja. En dan ben ik eerst op Mixer begonnen. Toen was Mixer dan ook van Microsoft. Ik heb daar 3 maanden op gezeten. En dat ging aardig goed. Dat ging echt goed. Ik denk dat ik rond de 500-600 volgers had op 3 maanden tijd. Ja, dat is supergoed. Omdat ik had zoiets van dat ik terug naar Twitch ga. Ja, dat is veel te groot. Er zitten al zoveel streamers nu. Mij gaan ze niet meer herkennen. Die 350 volgers, die kennen mij niet meer. Die komen niet terug. En dan kom ik op Gameforce in België. Kom ik daar en dan heeft Ergin mij geïnterviewd, Achterklap, had mij geïnterviewd op... Ik weet niet wie dat is. Ja, hij is ook een YouTuber in België. België is easy bekender dan Nederland. En hij zei tegen mij, kijk daardoor, kom gewoon naar Twitch. Waar is Mixer, zegt hij. Ik ken maar 1 Mixer, die staat in mijn keuken. Ik ga kakken met die Mixer, zei hij, echt waar. En ik zei, ja. 2 nachten over geslapen, dacht ik, oké, ik ga doen wat Ergin zegt, ik ga naar Twitch. Ik ben naar Twitch gegaan en dan ben ik roleplay GTA beginnen streamen. Ja. En dat is gewoon, dat is op mijn lijf geschreven geweest. Dat was gewoon een typetje spelen, ik doe dat graag, acteren. Ja. En ja, in no time zit ik nu op 4200 volgers. Sick man. En ben ik gaan warzonen en ja van roleplay. Warzone. Van roleplay ineens gaan schieten, dat was voor mij, echt, ja. Dus mijn KD is nu op Warzone maar 1.13, denk ik. Ja. Maar in principe ben ik wel iets beter, maar ja, in het begin zo hard gestruggeld, ongelooflijk. Ja, same man. Maar alsnog, ja, die roleplay is wel klaar, maar die Warzone die gaat even goed, want nu kom ik mensen tegen die echt zien dat ik er ook wel voldoening uit haal en dat ik het graag doe. En ja, ik doe het super graag. En nu ga ik het nog liever doen, want ik ga meer FPS halen. Ja, dat gaat nu super goed. Ja, ik speel nu ongeveer op 90 à 100 FPS op een 165 Hz scherm, dus in principe... Nou, dat komt wel goed. Ik heb ook nog een fijne verrassing voor je die het helemaal
laat komen zo meteen. Okay. We gaan even terug naar de computer. Ja. Nu gaan we het I.O. shield plaatsen. Ja. Ja, die komt gewoon hier. Ik zal het even doen. Ik zal de case al stil houden. Ah, daar zitten we dan. Mooi toch? Daar staan we dan. Volgens mij wordt dit een timelapse. Denk het niet. 1000 keer versneld en dan zijn we morgen nog bezig. Hè? Ja. We hebben het. Bloed. Oké, okay. Ik ben benieuwd welk muziekje dat daaronder komt. Dan geef ik jou je moederbord. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik zou hem vastpakken bij de heatsinks. Ja, en dan moet dit precies kloppen, zeg maar. Dus je moet hem zo erin leggen dat de I.O. aligned is. Dus gewoon zo toch? Ja. Perfect zo. Alright. Maar jouw favoriete game op dit moment is dus echt al Warzone. Ja, omdat dat de enige game is die ik redelijk qua FPS matig kan spelen. Bijvoorbeeld Tarkov zou ik ook superleuk vinden, maar dat is qua FPS dat voor mij niet te doen. Nee? Is dat zo'n zwaar spel? Ja, ik ben een gamer. Ik wil zo graag zo maximum kwaliteit sowieso eruit halen. Dus ook de settings op max. Ja. Ja, en dan gaat het. Ja, dat hoeft van mij niet per se. Ja, ik ben zo dan. Omdat ik vind die developers hebben hun tijd ingestoken om het mooi te maken. En dat wil je het ook zien, snap je? Ja. Blijft gewoon satisfying. Dat is gek gewoon, dat dat werkt. Dat is hè. Gewoon zo'n moederbord, sluit alles aan en je krijgt beeld. Nou, dit is hoe ver we zijn. Lieve kijkertjes. Het moederbord. Mooi toch? Je moederbord. Je moederbord. Oké. Dan sluit ik nog even je. Dan zet ik je HDD alvast hier. Dat is heel snel gedaan. Ja, oké. Okay. Ja, dan was het. Klaar. 1000+ PC's. Je bent dit nou een meme aan het maken. Laat ik denken mensen dat ik maar wat zeg. Het is zo, maar dat gaat niet. Ja, daar gaan nog steeds dingen fout. Maak die gouden case tegen. Hè? Krijg je hem erin? Ja, dat is heel snel. Ah! Hoppa! Nou. Okay. Hey, ik heb je hulp even nodig. Oké. Okay, want we moeten nu een beetje... Kan die aan de kant zetten? Kijk, ik wil namelijk de koeler in de voorkant hebben, maar ik wil wel... Kijk, het makkelijkste zou zijn om de radiator hier tegen te schroeven en dan de fans aan de achterkant ertegen. Maar dan zie je natuurlijk die ventilator zo natuurlijk. Snap je? Dus ik wil eigenlijk... Dus jij wilt eerst de ventilators en dan dat? Ja, ik wil de ventilators tussen de radiator en de kast in sandwichen. Maar dat is... Hoe gaan we dat doen? Ja, dat ga ik je niet laten zien. Oké. Okay. Zo. Hoppa. Ja. Oké, okay, hier hebben we zo'n mooie toren van ventilators. Ja, zo is goed. Toe. Ja. Doe maar. Nou, dicht kitten. Gaan we niet doen. Oké. Okay. Nou, en dan moeten we... Gelijk vijzen. Ja, precies. Dan moeten we dat een beetje slim gaan... Vijzen. Ja. Yeah. Super grappig verhaal. Joren zat laatst aan de telefoon. Ja? En er was een Belg en die vroeg... Ik ga nu een Belg nadoen. Ja, Maar die zei... Ah, dat er zitten allemaal van die vijzjes zitten daarbij. en ik hoorde Joren aan de telefoon, hè. Lijstjes? Ik weet niet wat hij zegt, meneer. Ik weet niet wat hij zegt. Nee. Ja, wijsjes, ja. Ja, wijsjes. Ja, schroefjes. Ik zeg zo tegen Johan Pik, dat zijn schroeven. In Belgisch. En hij had dat nog nooit gehoord. Dat is dat is wijsjes, ja. Ik zeg wijsjes. Schroeven, wijsjes. Schroeven. Wat is jouw grootste irritatie in Warzone? Waar denk je echt elke keer van, god. Latency. Ja, hoe vaak dat je achter een muur loopt, hop, en dan hebben ze nog. Ja. Hoe kan dit? Ja. En dan kijk je die herhaling en dan, wat? Dat was niet op mijn scherm! En dan word ik, dan rage, word ik zot en dan al. Dan ben je zo goed bezig, je hebt 12 kills, laatste zone, dan doe je dat masker aan, je loopt, je ziet hoe je wilt schieten. Nee, dat wil ik niet! Ja. Ik wil dat handmatig doen en dan wil je schieten en dan tweede plaats. Dat zou waar ze moeten doen. Handmatig op een toetsduur dat je gasmasker opzetten of niet. Precies, dat je kan kiezen of je gewoon helft kwijtraakt of dat je je masker opzet. Dat je bijvoorbeeld, stel je vindt een masker in de eerste minuut van de drop, je zet het op, je zicht is ook veel anders. Dus het is sowieso nadelig, je hebt geen field of view meer, maar dat je tenminste de keuze hebt. Hoe vaak denk ik verliezen dat stom masker, echt. Oh, dat is mijn grootste frustratie. Dus het masker of latency?
Ja, wacht, dan weet ik het niet. Ja, ja dan, heel gepassioneerd. Pak dan het masker maar. Ja, pak dan het masker. Ja, nee, dat masker moet veranderen. Dat zullen we ook nooit begrijpen, denk ik. Belgische kleuren. Ja, inderdaad. Ja. Hey. Zalig. België. Duitsland. Oh, even kijken, ik denk dat we de koeler al erop zetten. Moet jij hier even iets... Hier heb ik wel echt je hulp nodig. Ja, oké. Okay. Die gewoon tegenhouden, dan kan ik verwijzen. Mag we doen even koelpasta erop? Laat ik het uit? Hoe? Nee, het is even groot dan. Probeer. Ja, de grootte van een ert, precies in het midden. De grootte van wat? Een ert. Ah ja, oké. Okay. Weet je wat een ert is? Staan Belgisch woord. Nee, een ert, ja, een ert. Kom zo. Ja, iets meer. Ah. Nou. Moet je hem nu ook helemaal egaal strijken of moet je gewoon plak en klaar? Nee, in principe... Want daar zijn veel discussies over, hè? Ja, moet maar het je... of moet het niet? Ja, maar er zit echt... Je draait die schroef echt hard aan en er zit echt heel veel druk op. Dus hij duwt dus dat helemaal... Ja, oké. Okay. Ja, veel beter, kijk. Oh. Bling, bling. Nou... Moet het eerst hier niet vanachter? Ja. Ja, hier het zegt. Wat voor die pasta, hè? Steken erin. Nee. Yes. Dat was hem al, man. Cool. Dankjewel. Assistent. Dit bijvoorbeeld. Moest je er mijn mes in snijden? Komt dat dan iets uit of niet? Die zijn best wel dik. Vrij dik, ja. Ja, die zijn best wel dik. Dan valt het bij deze volgens mij nog mee. Deze zijn vrij flexibel. Mm-hmm. Maar dit is ook... Ik ken dit materiaal niet zo goed. Ja, zo, want hij is wel vet... Induwen. Hij is wel vet hard. Ja. Ja. Dat is echt... Dat is wel vies, ja. Oh nee. Hij is wel hard, maar hij is wel, hard, maar hij is wel flexibel. Ja, dat is heel raar. Heel raar. Dat ken ik niet. Ja. Ik ben nu lekker zaterkabeltje in aan het steken. Dan kunnen we zo meteen de voeding inbouwen. Dan kunnen we de kaart erin trekken. We weten nog helemaal niet welke kaart. En welke kaart? Zijn we vrij klaar. Zijn we ver klaar. Voeding. Ja. Kun je hem niet aangeven? Dat is deze. Kijk eens aan. Is mooi, hè? Ja, is mooi. Je wist echt even niet wat je moest. Ja, dat is dus, mooi, ja. Dat is mooi. Wat kun je daarvan zeggen? Ja, dat is een voeding, hè? Ja, mooi, ja. En de kabels moeten we hebben. Zitten daar. Zitten hierin, ja. Yes. Inderdaad. Dat is echt mooi. Dat is fancy verpakt. Stroomkabel, dus voor straks. Hup, hup. Voor mij zijn het dus allemaal dezelfde kabeltjes. Doe ik heb die nodig en die en... Die niet. Deze? Deze wel. PSU? Dat is... Strepsel. Ja, dat zijn ook van die... Die strepsels. Die strepsel. Strepsel is voor een keel. Ja, als je keelpijn hebt. Wat zijn nog van die dingen waar jullie zo... Goh, ja, friet, patat heb ik nooit gesnapt. Nee, poepen. Ja. Ja, als jij niet bij mijn tijd, ik ga poepen en denk ik, oh, dat is niet oké. Okay. Ja, en als, jij bij mij, als jij bij mij als thuis... Als ik bij u ga poepen, ja, dan moet ik naar het wc gaan. Ja, ik kan dat op het wc doen, maar bij ons is poepen iets anders. Als jij bij ons bij mij... Raar, hè? Ja, dat is... Gewoon zeggen. Dat is raar. Jij gaat poepen en ik ga poepen. Ja, dat gaat niet. Nee, dat ga ik niet. Ik ga die zin niet afmaken. Ja, dat is benieuwd. Ja. Ik ben benieuwd wat je gaat zeggen. Ja, als jij bij mij gaat poepen, ik wou iets graag zeggen. Nee, ik wou zeggen... Kan ik niet voelen, hè? Als jij, dan gaat ik niet voelen. Als jij mij s'morgens vertelt, ik heb gisteren lekker met een vriendin in bed liggen poepen, dan... Ja, dan denk jij, ja, dat is raar. Dan denk ik ook, wat heb jij... Ja, dat stinkt, ja. Moet je zelf beten. Ja, dat is vies, ja. Dit ja. wordt echt een heel NSFW reflexgaming video. Ja, kijk, het is hier aan deze kant is het een beetje spannend, omdat die harde schijf, die HDD-cage... Haalt die HDD er eerst uit? Die zit daar. Nee, het is al gelukt. Stop. I'm a professional. Hier is het goed. Ja, perfect. Dat is een PC's, wat een meme. Precies. Ja, jongen, stop nou. Denk 1000+. Dat is helemaal geen, dat is helemaal geen flex, hè. Zo van, oh, ik heb al meer dan 1000 precisie. Maar dit is gewoon zo. Zeg het toch nog eens, ik heb gewoon een jaar fulltime op assemblage gewerkt. Dan heb je gewoon zoveel PC's gebouwd. Die jongens hier in de werkplaats, die bouwen gewoon... Ja, hoeveel bouwen ze er per dag? 7, 8? Ja. Hoop ik. Echt? Per persoon. Dus ja, op 1000 zit je best wel snel. Ja, dat is waar, hè. Klopt wel.
Ja, klopt. Ja. Ja, klopt. Je zit in 200 werkdagen ongeveer per jaar. Nee? Ja, zoiets. Ja, 200 werkdagen. Ja. Het is niet snel gewerkt, hè. 200 maal 7, dat is 1400. 400 pc's gemist. Oh, vandaar. Oh, vandaar. Vandaar, dat, dat zijn die 400 nog, dat is al maar 3,99. Ik heb er al heel veel gebouwd, maar ik ben er al heel slecht in. Fingerspitzengevoel. We zijn, we kunnen de kaart erin... Ja, nou ja, het is aan deze kant nog niet zo mooi, maar dat ga ik zo off-camera doen. Maar we kunnen de kaart erin prikken, Lorenzo. En dan, de kaart? De oh ja! We weten de kijker nog niet, hè? De kaart, de kaart. Wow, hoppa! Zalig, toch? Goh. Ja, een 3080 OC editie. Van Asus. Maat. Ja. Hij past bij je moederbord. Ja, sowieso. Vandaar dat het ook op hetzelfde programma kan runnen. Goh, man. 10 gigabyte OC Asus 3080. Wat heb je nu ook alweer? 1080. Zelfs geen TI. Een 1080 heb je nu? Gewoon 1080. Je gaat gewoon twee generaties verwijderen in een keer. Gewoon zot, hè? Ja. De nier. De nier van elke game PC. Als ik jullie moet geloven. Ja, maar dat kan kloppen, hè? Want, ja, maar dat klopt, hè? Je hebt twee nieren en een mens kan met één nier leven, een computer ook. Ja, ja. Dat klopt, de nier van de game PC. Mooi toch? Moet hem hier ook even meenemen. Nu heb ik de rest van de dag. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Mijn kop. Ja, Asus gooit er echt veel plastic op, man. Ik heb vettige vingertjes. Zet dat niet. En dan pak ik dat wel op. Van die Vlaamse prietenvingertjes. Dat is natuurlijk omdat je in je broekzakje gewoon een paar chipjes hebt zitten. Allee, ja. Ik heb ook altijd van die... je bent niet de enige. Je bent niet de enige. Ik heb ook altijd vettige vingers. Ja, dan komt ie. Oh. Ja, dat is niks level, man. Dat was je kaart. Oh, dat is vet, man. Goh. Ik draai hem even vast en dan geef ik hem op stroom. En dan kabel ik hem even af en dan zijn we klaar. Ah, dat is toch normaal? Allee, joh. Nou, Lorenzo, ik vond het super gezellig met je. Het was zalig. Het was super fan. Het was echt vet leuk. En het resultaat mag er ook wezen, als je het mij vraagt. Kijk, die droom precies, man. Dat is ongelooflijk. Kijk, dat is insane. Ik ben benieuwd naar de prestaties. Maar ja, ik ben niet benieuwd. We kennen de prestaties, hè. Een topkaart gewoon. Nou, check Dardro op Twitch. Ja. Hij is... wanneer ben je live? Elke dag eigenlijk. Elke dag in de avond. Soms eigenlijk van de middag al. Het valt te zien hoe ik moet werken. Maar ik ben elke dag live. Okay. Soms is een rustdag als ik zeg van, is het te veel? Bijvoorbeeld vandaag kan ik niet live gaan. Maar ik denk toch dat ik stiekem vanavond toch nog live ga. En die al gaan installeren. En dan gewoon mijn webcam achter mij. Met mijn laptop nog streamen. En alle kabels en zitten. Nice. Ik denk het wel dat ik vandaag toch nog live ga. Dus elke dag live. Ja. Ja. Nou, volg daar op Twitch. Elke dag live. Vond je dit een leuke video? Drop dan even een likey. En wil je nooit meer een video missen van Redux Gaming of van een van onze partners? Dardro! Subscribe dan. Heel erg bedankt voor het kijken. En Dardro, aan jou de eer, man. Goh, jij komt direct. Bam. Oh.